kijken. En ik wist de weg best. En papa, ja, we wisten. We zaten net super chill nog in de tuin. En het was echt lekker warm. Maar, let op. Het was echt super chill. Daar is nu niks meer van over. Mag ik zien? Ja, het regent heel hard, schat. En het onweerde net al, dus... We zijn lekker naar binnen gegaan. En Kitty is lekker aan het kleien. Ja? Dus ik heb... Ja! Ja, dus ik heb de vlog wel even in elkaar gezet. En we gaan onze dag beginnen. En we hebben een verjaardag natuurlijk vandaag. Van wie hebben we verjaardag? Wouter! Dus ik ga hem even omkrijgen. En dan kom je boven in zijn grens even de badkamer aan het soppen. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja, ik dacht dat ik hem nu loop. Ik hier toch lekker te draaien. Ja, dus ik ga hem even aankleden. Yes, we zijn klaar voor de verjaardag. Ik ben nog heel druk op de computer geweest. Hey! Dus we gaan die kant op. Een hele goede morgen. Leuk die kijken. Ik zie echt per se met jij, Kiki Mia. Dat heb je het toch al gedaan? Je hebt de vlog toch al geopend? Papa, even is over de kop. Je is onze enige jarige Job vandaag. Ja, ja. Gefeliciteerd, Pik. Dankjewel, hè. Dat is niet de enige. Oh nee, hier. Verderop, mijn zwager is ook jarig. Ga je hem openmaken? Dus we gaan even een feestje vieren. Je hebt speciaal voor Wouter gekocht, hè? Hallo. Hi. Gefeliciteerd. Hey, gefeliciteerd. Heb je het zo goed ingepakt? Oh. Nou, mama, nog maar een beetje papier. Wat is dat? Heb jij die gekocht? Wauw. Ik heb wat centje voor je. Die is mooi. Zeg maar omdat je je rijbewijs hebt. Mag ik hier nu in rijden? Maar dat past nog niet. Dankjewel. Kijk, knuffel. En ondertussen wel eens verjaardag kijken. We hebben natuurlijk eventjes de volume mee. Dus ik ben benieuwd. Ik ken Wouter nu al anderhalf jaar lang ongeveer. Eerste keer dat ik zijn familie heb gezien. Ja, ja. Zijn ouders wel hoor. Maar je zus heb ik ook wel een keer gezien trouwens. Dus maar in ieder geval gezellige familie en ik heb me vermaakt. We hebben lekker gegeten, broodje poeli pork. Poeli chicken. Of poeli chicken. Alsjeblieft die auto even open. En hier staat de auto, mooi. Ja, mooi zo. Moet ik wel de sleutel zien te vinden, schat. Oh, Stef, alsjeblieft. Wat is er? Ja, het regent. Je bent er niet van suka. Kom maar. Ga er maar in, schat. Dus Wouter, ik wens je in ieder geval nog een goede verjaardag. Goed. Maar dat gaat wel goed komen. Ik neem je aan de auto. Vond je het leuk bij Wouter Kiki? Ja. Ja, hè? Dus we zijn bijna thuis en dan vraag ik aan Kiki, wie is er als eerst onder de douche, papa of Kiki? Ik zag paddenstoelen! Paddenstoelen? Kijk daar! Oh ja, papa ziet ze. Ja. Wie staat als eerst onder de douche, papa of Kiki? Ik! Papa. Kiki? Oeh, nou ik ben benieuwd wie er als eerst onder staat. Gaan we een wedstrijdje doen? Ja. Moet ik je helpen? Nee. Ga je het zelf doen? Ja. Okay. Ik ga mijn strik al even uitdoen. Zo. Nou, doe maar niet, want je trekt aan precies aan de verkeerde kant. Nee. Ja, tot ze zichzelf zo meteen aan het pijn doet. Kijk, mam! Heb je hem eruit? Oh, wat goed zeg! Ja, dat gaat je staart ook? Nee, dat hoeft nog niet. Natuurlijk wel. Oh. Ja, doet hij er dan ook al van stuiten? Ben je klaar? De wedstrijd is officieel begonnen, denk ik. Ik denk het ook. Wacht even, dan ga ik mijn shirt ervoor zetten. Nee! 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 Ze er staat. Ga je maar hier. Hey! Nou ben ik ook klaar. Papa! Die
Die pakt mama zo toch wel even. Rustig. Waar is hij dan, Kiki? Oh, ik zie hem gewoon. Hier, gooi hem heel hard tegen papa. Oh. Ik ga jou pakken. Ik ga jou pakken. Kom, gauw, Kiki. Mama. Ik ben sneller. Ik ben sneller. Nee, ik ben nu. Oh, stel er al onder. Kiki had gewonnen met de douche. Die was dus eerst in de douche. Mama, jij was niet sneller. En nu gaat Kiki lekker slapen, hè? Slaap lekker, nee. Schatje. Ga je tegen iedereen slaap lekker zeggen? Pap. Ja. Kiki, dat gaat toch niet goed zo? Ja, papa, probeer je vast nou. Nu. Dat het zand zat in haar haren. Ga je tegen slaap lekker zeggen? Ik was op je schouders. Nee, we gaan lekker slapen. Slaap lekker, Kiki. Nou, Kiki gaat lekker slapen. Wel rusten. Nee, we gaan lekker slapen. In de zak. Ik ga met mijn voet in de zak. Kiki. Hoorde je dat? Ja. Dat was mijn vinger. Nee. Ja. Eeuw. Kiki, even klaar. We gaan lekker slapen. Ga je even tegen je slaap lekker zeggen? Nee, ik denk dan niet. Ga je papa tegen je slaap lekker zeggen. Slaap lekker. Slaap lekker. Lekker kapseltje. Ik ga even proberen om gewoon even een kussentjes erin te gooien. En gewoon een vlekje te chillen buiten. Ik ben benieuwd hoe lang het goed gaat. Oké, okay, echt precies nog in 5 minuten. En we kunnen gaan inpakken. Let's go. Als je serie aan het kijken bent. En je hond kijkt mee. Tico. Tico. Vind je het ook leuk? Oh. Hij doet het zo. Ga je er zo in? We zijn de film begonnen. Onze serie is afgelopen. Ik weet helemaal niet hoe dat ding nou zit. Hoe werkt dit? Je hebt hem al aan staan. Ja, moet ik wel even kijken. Zo. Nah. En de vetvlek van Chico's gelik in het scherm. O ja, daar. Wat lekker, man. Schat, dit ding is veel te zwaar. Ja? Ja, pak hem, pak hem, pak hem. Echt een vetvlek. Mooi uit de wappen zo, hè? Vond je van het film? Ja, ik vond het goed. Take Over, als die heette die volgens mij. Ja. En, dat is een grappig film. Grappig film. En Frank Lammer speelt erin, dan is het natuurlijk altijd leuk, ja, hè? Ja, sowieso. Computer, freaks, hackers. Systemen, hackers, film. Maar dat ik in het begin dacht van, maar toch is hij heel goed. Ja, we begonnen gewoon direct goed met Ferrie erin. Een goede Nederlands film. Ja. Gewoon wel. Dus, een topfilmpje. We hebben hem gewoon in één keer afgekeken, dus dat is ook uniek. Nou, inderdaad. Als het erin schoon, ik ga naar bed. Nou, wat doe jij lelijk? Nee, is toch zo? Je hebt altijd heel verstandig om naar bed te gaan. Ja, klopt. Dat bedoel ik. Ik kom ook gewoon die slaaptekort hebben. Oh, ik ook. Kunnen gauw even ophouden. Dus wij gaan even lekker de hondjes uitlaten en dan gaan we naar bedje toe, denk ik. Ik ben toch in stad voor vandaag. Ja, ik ook. Dan zag ze nog, oh, we hebben nog wel wat leuks, hè? Met mijn telefoon. Wat heb je dan? Ja, dat heeft Wouter toch gedaan? Wouter, die is gewoon druk bezig geweest op zijn verjaardag. Met zijn nieuwe laptopje. Voor onze winactie. De barbecue party. Doen we gewoon even zo. En dan fix ik dat de rest wel. Dus de party. De rest, er staat geen adres op hoor. Zo dom is die niet. Dat hoeft toch ook niet?
Jij zei toch... Jij zei dan, fix ik het adres wel? Fix ik de rest wel. Oh. Want als ik het zo ervoor ook het tunnel lees. Dus dat fix ik ook wel. Oh, je zit dan erin zo, als een plaatje. Juist. Oh. Dus, de barbecue ga ik als ik... Oh, zo. Een jaar ga ik, als ik ja dus vlog, dus nog een paar dagen, dan ga ik bekendmaken wie er komen. En ik heb een paar mensen in gedachten. Nee, helemaal niet. We moeten gewoon van de mensen die... Nee, maar bijvoorbeeld een Wouter komt, een Jamie komt. Oh, ja. Zo. Ja. Oh, wie er vanaf ons, zeg maar, komt. Ja. Ja. Dus dat. Super tof. En we gaan hem ook even op Insta gooien. Ja. Dus like, abonneer en deel. Zoals altijd. Ik denk dat hij er... Met een kwartiertje op staat. Met een kwartiertje op staat, denk ik. Oh. Dus nu ben ik echt lui. Want we hebben eerst een serie afgekeken. Toe de film. Ja, de serie is gewoon helemaal kut dat hij nou weer stopt, hè. Met zo'n open eind. Ja. 2022, die zullen we nooit meer vervolgd. Dus super kut. Nee, dat vind ik ook niet zo leuk. Nee. Hadden we beter van tevoren moeten kijken. Oh ja, zeker. Dus ik ga even een medicatie nemen. Dan kan ik weer lekker slecht worden. En dan... gaan we naar bed. Het is verschrikkelijk, die medicatie. Ik liep vandaag ook echt zo heel suf door het huis heen vanochtend. En we blijven lopen. Er werd niks van. Dus, en toen moest ik in één keer weg naar de verjaardag van Walter. En dat was gezellig. Jij was ook gewoon later klaar dan dat wij klaar waren. Dat was echt insane. Ja, normaal zag ik altijd de drama van, duurt lang. Dus ik ga even medicatie nemen. Yes, ik heb weer aan de gang na 10 dagen. Die doet gewoon elke nacht ons woonkamer even om een uurtje heen. Niet dat het nu 1 uur is. Maar van verstoring aan, dus heb ik het gefixt nu eigenlijk. Dus hij doet het. Ik ga lekker naar boven. Let's go. Hij ligt aan het bed, dus ik zeg, lijk naar beneden tot de volgende keer. Later.